zitten hier in de rokken. We kunnen ze ook in de gebouwen doen. U kunt ze ook dragen. En dat is de derde trend waar we het over gaan hebben. En dan beginnen we weer met een filmpje. In je smartphone zitten heel veel sensoren. Een sensor die beweging vastlegt, een sensor die de lichtsterkte meet, een gyroscoop en nog veel meer. Sensoren zijn tegenwoordig heel goedkoop en vormen daarom de basis voor steeds meer nieuwe producten en diensten. QuantumFight zelf is een beweging die hieruit is ontstaan. Met behulp van sensoren worden alle mogelijke gegevens over je eigen lichaam verzameld. Armbandjes die bijhouden hoeveel je beweegt, weegschalen die met het internet verbonden zijn en horloges die je hartslag in de gaten houden. Uit al deze data kun je gedragspatronen ontdekken die vervolgens tot gedragsverandering kunnen leiden. Het stopt niet bij het lichaam. Zogenaamde smart buildings verzamelen dankzij slimme sensoren gegevens over de omstandigheden en het gebruik van een gebouw en omgeving. Een school kan zich hiermee vervolgens zelf aanpassen tot een betere leeromgeving. Kijk eens aan, met sensoren gaan we dus niet alleen op internet, we gaan er in leven. Meten, vergelijken, verbeteren. En daarover gaan we praten met twee mensen die sensoren toepassen in scholen. En wel op een heel andere manier. Van de Open Universiteit hebben we daarom Renate de Groot. En van het Aschram College Boris Pelijn. Dames en heren, hartelijk applaus. Jullie wel. Goed. Renate, bij de Open Universiteit doe jij onderzoek onder 500 leraren. Boris, jij bent op het Aschram College niet alleen docent aardrijkskunde, maar ook de ICT-coördinator, als ik het klopt, goed heb. Ja. En je bent ook recentelijk besmet met QuantumFight Self-virus, ja. Hoorde ik. Wat ja. Is dat? Ja, ik heb jou eens plat al gezien. Die is hier volgens mij ook een keer geweest. Die heb ik in de Summer School van Kennisnet heb ik die gezien. En hij is een datastratege dan ook, dat ben ik helemaal niet. Maar ik vind het wel erg leuk om zoveel mogelijk dingen van mezelf bij te houden en te meten. Dus de stappen, de slapen, dat soort dingen. Okay. En toen ik hoorde van een experiment waar Kennisnet benieuwd was, dacht ik van, die moet ik hebben. Ja. Kikken natuurlijk. Ja, ja. Jij doet het wat wetenschappelijker. Je hebt een sample van 500 leerlingen die jij continu volgt met sensoren op hun bovenbeen, heb ik begrepen. Ja, misschien moet ik eerst even een stukje van de aanleiding vertellen. Aanleiding is eigenlijk recent wetenschappelijk onderzoek dat het brein niet uitgerijpt is op 12 of 14 of 16-jarige leeftijd, maar dat de hersenontwikkeling eigenlijk doorgaat tot zelfs na je 20ste. Ja. Het brein ontwikkelt zich dan vooral van achter naar voren. Het werd toen straks eigenlijk ook al eventjes aangehaald. Ja. Hier zie je het heel mooi in het plaatje boven de rode streep. Kijk je naar het brein van de zijkant. Onder de rode streep kijk je zo bovenop het brein. En hoe blauwer het brein is, hoe verder het uitgerijpt is. Oh ja, bij 20 is het wel klaar, zie ik. Nou, zelfs bij 20-jarige leeftijd zie je hier aan de zijkanten nog wat groene vlekken. Daar zitten vooral de emoties. Nou, ik denk dat we dat allemaal herkennen. Pubers, adolescenten, het zijn grote emotionele jojo's. Ja. En dit voorste gedeelte, de prefrontale cortex. Daar zitten de zogenaamde hogere orde cognitieve vaardigheden, executieve functies. Dat zijn vooral vaardigheden die te maken hebben met plannen, vooruitzien, organiseren. Het wil niet zeggen dat adolescenten dit nog helemaal niet kunnen, maar het zijn functies waar ze moeite mee hebben. Ja. Keuzegedrag is ook zoiets. Als je mijn 4-jarige dochter vraagt, wil je een roze of een groen snoepje? Weet ze het perfect, ik wil de roze, want dat vind ik een mooie kleur. Is ook keuzegedrag. Maar als een adolescent op 14, 15-jarige leeftijd een profielkeuze moet maken, wat consequenties heeft voor zijn verdere carrière, ja, dan hebben ze daar wel moeite mee. Boeien, zeggen ze dan. Hè? Ja. Maar wat heeft dat met bewegen te maken? Ja, nu zijn wij eigenlijk op zoek gegaan naar welke factoren kunnen die executieve functies nou beïnvloeden. Wat voor factoren kunnen die executieve functies nou bevorderen? Ja. Nou, één van die omgevingsfactoren is bijvoorbeeld lichamelijke activiteit. Okay. Het is aangetoond op het moment dat jij veel beweegt, dat jij stofjes aan gaat maken, neurotrofines bijvoorbeeld, die ervoor zorgen dat jij meer vertakkingen krijgt, onder andere in dat voorste gedeelte van je hersenen. Nou, dat zou ertoe moeten leiden dat jij beter kunt leren. Oké, want ik wil even laten zien het plaatje van sensoren. Dan hebben we een beetje een beeld erbij hoe de leerlingen gemeten worden.
Dit is de sensor. Ja, dit en, is de... En die wordt dan op bovenbeen geplakt, hè? Ja. Ja, oh ja, kijk, daar zien we er één. Dit is de zogenaamde Active Pal. Dat is een sensor die over 3 assen de beweging meet. Je kunt dus zowel bepalen wat de stand van het been is, als ook met welke snelheid het been zich eigenlijk voortbeweegt. Op die hebben ze de hele tijd om? Ja, de leerlingen van het Bernardinus College in Heerlen, klas 1 en 3, hebben een week lang deze sensor gedragen. Okay. 24 uur per dag. Ze konden die ook, ja, het zat met tape vast, dus ze konden hem wel verwijderen. Maar in principe hadden wij dus informatie over alle lichamelijke activiteit die ze deden, maar ook precies de informatie over de hoeveelheid slaap. Oké, okay, ja, een weekje is nog wat te doen, hè? Bedoel, je kan geen date hebben met zo'n ding. We hadden een respons rate van boven de 85%. Kijk, dus meer dan 85% van de 500 leerlingen hebben dat ding dus daadwerkelijk gedragen. Hey, Boris, jullie werken ook met sensoren, maar die zitten om de pols. Daar hebben we ook nog een plaatje van. Een beetje een idee. Oh ja. Ja, kijk, de polssensoren. Er zijn ook een paar mensen bij Kennisnet, die hebben ook zo'n ding om. Wat doet dit? Meet het aantal stappen en de intensiteit van die stappen. Dus als je langzaam stapt, als je een beetje zo schuifelt, dan meet hij wel iets. Dus de trilling in je lichaam, die legt hij vast. En als je aan het hardlopen bent, dan heb je de intensiteit heel hoog. En dan heb je groene staafjes, zeg maar, op je dashboard te zien. En je slaap kun je ook meten en zit een wekkertje op en dat soort leuke dingen. Maar vooral beweging ook. Ja, beweging, ja. Maar dan hangt er nog vanaf of je het links of rechts doet. Hè? Kijk, die muzikanten Chris, hier. Mag ik daar al een kanttekening bij plaatsen? Mag ik daar al een kanttekening bij plaatsen? Ja. Of is dat niet de bedoeling? Ja, doe maar. Ja. Heel mooi apparaat, zeker in het kader van Quantified Self. Maar ik denk dus, zo'n apparaat is lang niet zo betrouwbaar dan zo'n als zo'n versnellingsmeter die op boven. Nou, ik wou net zeggen, het maakt nog uit links of rechts. Ga fietsen en hij zal weinig meten. Ja. Terwijl wanneer dat die sensor op je bovenbeen zit, dan meet je het wel. Ja, nou jij weer. Ik fiets elke dag naar mijn werk en hij meet gewoon mijn fietsen, dus ik zou zeggen, koop deze. Nee. Ik heb geen aandelen in de andere die, overigens. Jij vroeg? Ja, ik zeg gewoon, zonder brakje. Ja, oké, okay, nou nee. Ja. Waarom links inderdaad? Want je kunt ook aangeven aan welke hand je wilt. Dus of je hem aan je sterke hand zeg maar, hebt of dat je hem aan je andere hand hebt. En dan zal die, vanuit de meting zal hij daar rekening mee houden. Dat je dus, dus je moet hem eigenlijk, dragen om je niet sterke hand. Dus ik ben rechts, dus ik hang hem links. Juist links. Ik ben rechts misschien net iets vaker. Okay. Ja, als ik aan tennissen ben, dan heb je natuurlijk de hele tijd. En dan meet hij mijn stappen. En niet dat ik tennis, maar bij wijze van spreken. Jij meet het vooral om te kijken van een betrouwbare steekproef hoe bewegen samenhangt met cognitieve prestaties. Jullie hebben een ander doel met deze meting, vertel het zo. Ja, nou, Kennisnet was vooral geïnteresseerd. Die is gevraagd, oké, leuk, pilot, of een experiment om ermee te doen. En geïnteresseerd in, wat doet het met een leerling? Het sociale aspect vooral. Ga je, nu je weet dat je 10.000 stappen hebt, wil je dan meer? Als je weet dat je minder loopt, ga je dan meer lopen? Of als er competitie is, want ze zien van elkaar hoeveel stapjes ze hebben en ontstaat er dan een competitie. Social media wordt het weer natuurlijk. Ja. Het is een klein soort social media platform. Kan ook like. Je kan, berichtjes sturen en je kan elkaar je kan een smiley sturen of een boos smiley van er een dagje wat uit van. Er zijn ook wat leerlingen die daar misschien. Ja, ik ben wel benieuwd wat ze daarmee doen. Ik zou zeggen van het VMBO, hè? Ja. Oké, ze zeggen kom er even bij. Ik wil even horen hoe dat gaat bij jullie natuurlijk. Ja, even een muziekje voor ze. Oh. Dat had je niet verwacht, hè? Nice. Laat maar hoor. Ze krijgen geen muziek. Ja, nou, straks hebben we nog genoeg muziek. Ja, de 4 leerlingen van het VMBO. Nou, die komen wel even hier staan dan. Kom even hier zo een rijtje zo. Dan kunnen we allemaal even goed zien. Op een gegeven moment komt je leraar bij je. Wil je zo'n ding om? Want dan kan ik je beweging meten. Hoe reageerden jullie daarop? Enthousiast. Ik vond het leuk om iets te hebben die mijn stappen meten. En je gaat er meer door sporten. Het motiveert je ook. Oh, dat wel. Dat omdat je het ziet, ga je het meer doen. Ja. Je probeert op nummer 1 te staan. Ja, lekker competitief. Werkt het bij jullie ook zo? Of is het? Ja, je wil gewoon de best zijn natuurlijk. Dus, ja. Je pikt het niet als hij van je wint. Dus, Oké, dat is echt een soort sportwedstrijdje worden. Ja. Nou, dat vind ik dan weer typisch jongens. Hoe gaan de dames ermee om? Nou, dat maakt me eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Nee, zie je wel. Nee. Eigenlijk helemaal. En waarom doe jij mee? Nou, ik vond het wel grappig op zich. Ja, ik kwam met de melding over de Fitbit. En ik dacht, het is altijd leuk om mee te doen. Ja, gewoon voor de gezelligheid. Ja, waarom niet? Jij ook? Ja, ja. Ja oké, gewoon voor de gezelligheid. Wel een beetje stereotype.
Maar goed, een week lang, of nee, hoe lang hebben ze deze om? Dus, bijna 4 weken. Bijna 4 weken. Ja. En hebben jullie van tevoren afgesproken hoe lang je dat zou doen? Of, Het experiment duurt half jaar. Einde van het schooljaar. Ja, ja. Zo hé. Maar dan weet je leren dus de godganse tijd waar je uithangt, of niet? Nee, er zit geen locatie. Oh, dat niet? Nee, oh, gelukkig. Kan geen locatie zien, nee. Nee, maar wel hoeveel je beweegt natuurlijk. Ja. Jullie blijven hem ook dragen voorlopig? Of? Ik wel. Ik blijf hem zo lang mogelijk dragen. Ja, hartstikke leuk. Ja. Hebben jullie verder nog iets kwijt hierover? Ik vind het gewoon wel leuk. Ja. Ik vond het wel een goed idee, want ik bedoel, ik zie iedereen meer lopen in de school. En in plaats van dat kleine stukje fiets ga je toch lopen. Ja. Dus ik vind het alleen maar goed. Oké, want in het begin van het programma constateerden we al door die social media en heel veel achter de computer zitten, beweeg je ook minder. We zien nu veel bewegen is belangrijk. Zien we dat ook om je heen, dat jongeren minder bewegen en dat het eigenlijk wel noodzakelijk is? Ja, ja, dat zie je wel. Maar naarmate ik het bandje had gekregen, ging ik toch wel meer bewegen eigenlijk. Ja, dus het werkt op zichzelf al. Ja, het is wel een leuke manier. Ja, oké. Okay. Nou, ik jullie hartelijk danken voor jullie bijdrage. Ja. Nou, applaus voor de VMBO-leerlingen. Ja. Nou, dat is wel leuk, hè, je leerlingen erbij. Hé, hey, maar Renate, jij bent een wetenschapper. Dit verkloot je onderzoek natuurlijk. Dat zodra je dus mensen sensoren geeft, gaan ze juist meer bewegen. Dan gaan je correlaties te mist in. Of werkt het anders? Nou ja, wij hebben dit onderzoek bij 500 leerlingen gedaan. De eerste dagen dat ze zo'n ding dragen, gooi je het eigenlijk, die data die gooi je weg. En op het moment dat zij gewend zijn aan die sensor, daar ga je analyses mee doen. En wij linken dat dus aan een aantal cognitieve tests die ze gedaan hebben, die vooral die executieve functies meten, maar die ook werkgeheugen meten. En we hebben het ook daadwerkelijk gelinkt aan schoolprestatie. Ja. En wat wij dan zien, en dat is misschien een beetje helaas voor die leerlingen, en dit zijn echt hele voorlopige eerste resultaten, dan zien wij dat het niet uitmaakt hoeveel een leerling beweegt gedurende een week. Oh. Wat wij wel zien is dat die meisjes die op de fiets naar school komen, of die dus voor schooltijd veel lichamelijke activiteit hebben, dat die betere cognitieve prestaties hebben. En vooral op die executieve functies. Oké, dus de meisjes wel, van 12, en de jongens niet? Ja, maar dat geldt alleen voor de hoeveelheid lichamelijke activiteit die ze voor school hadden. Als je keek naar de totale hoeveelheid over de hele week, dan maakt het niet zoveel uit. Maar het blijkt ook uit de literatuur, en dus bijvoorbeeld zijn dat studies uit de UK die afgelopen week verschenen zijn. Het gaat niet zozeer om de totale hoeveelheid lichamelijke activiteit die je uitvoert, maar met name om de middelmatig tot zware lichamelijke activiteit. Dus om de activiteit die daadwerkelijk jouw hartslag verhoogt. Flink sporten, daarvan, juist. En daarvan dansen. Heb je minimaal een uur per dag nodig, wil het je executieve functies gaan bevorderen. Ja, en denk je dat de Nederlandse adolescent daaraan komt? Antwoord is waarschijnlijk, ja, ik wel, maar de gemiddelde adolescent niet. Absoluut niet. Nee. Wanneer denk je dat de gemiddelde Nederlandse adolescent het meest beweegt? Is dat gedurende de week, is dat op zaterdag of is dat op zondag? Nou, dat ik kunnen wij ook heel mooi uit die sensor halen. Maar dat zal per persoon verschillen. Wij verwachten ook dat op zaterdag is. Hè. Je gaat niet naar school, de voetbalcompetitie is op zaterdag, heel veel andere zondag, sporten op zaterdag. Op zaterdagavond wordt meestal gestapt, dus dan in plaats van dat ze om 7 uur voor de tv neerzakken of gaan studeren, gaan ze op stap, zijn ze actief. Ja. Kan je vertellen, het is compleet omgekeerd. Okay. Het meest actief zijn ze gedurende de week, ja. Op zaterdag minder en op zondag slapen ze alleen maar uit. Oh, maar wat ze dan doen, dat zie je niet natuurlijk. Activiteit, weet je waar die vandaan komt? Nou. Wat de grootste bijdrage daaraan is? Puur en alleen het fietsen naar school. Het fietsen naar school. Op de fiets naar school. Zo makkelijk kan technologische vooruitgang zijn. Hey, Boris, jij weet nog veel meer dan alleen beweging. Hoe zit dat precies? Met hartslag noemde je net? Hartslag niet, nee? Maar slaap. Dus je kunt op het moment dat je kunt dit ding ook laten slapen, zeg maar, dat je een paar tikjes doet, er zitten wat. Ritmiek herkent hij ook. En dan kun je hem laten slapen, dan logt hij ook zeg maar, je slaap automatisch. Synchroniseert hij met je telefoon of met je computer waar je het dongeltje aan hebt zitten. Dus de data die hierop staat, die synchroniseert hij dan daar naartoe. Dat gaat vanzelf, je hoeft niet aan te zetten. Nee, je houdt gewoon eigenlijk 24/7 om. Alleen als je gaat zwemmen, dat is minder, maar je kunt ermee douchen. En
zodra je in slaap plaatsen, nou ja, dan meet hij je slaap. En als je weer wakker wordt, dan doe je weer een paar tikjes en dan registreert hij weer je slaap. En als je dan je slaap zeg maar terugziet, dan kun je zien, nou je bent van de 6,5 uur bijvoorbeeld, ben je 15 keer rusteloos geweest en 3 keer wakker. Ja, want dan zou je inderdaad wel een interessant onderzoek kunnen doen, hè, even voortbouwend op die social media en de onrust. Er wordt beweerd inderdaad dat als je vlak voor het slapen gaan nog even gauw je Facebook, je Twitter en dat soort dingen checkt, dat je dan slechter slaapt daarna. Dat heeft ook iets te maken met licht in schermen, melatonine wat je dan aan moet maken en wat niet lukt. Dat zou je dus kunnen meten op die manier. Want dat mobieltje en dat ding, dat communiceert met elkaar. Ja, maar ze hoeven niet per se gesynchroniseerd te hebben vlak voor. Dus je weet niet of ze, als ze gaan slapen, of ze daar vlak voor nog mogen. Dat kun je weer, als je andere data hebt, die kun je weer combineren met de data van de slaap. Hoe laat ben je naar bed gegaan en heb je daarvoor nog met je telefoon? Dan kun je in data misschien wel iets over zeggen. Oké, dat zou interessant zijn. En dan is het interessante data, ja. Dat zijn data die wij wel hebben, maar waar we de resultaten nog niet van bekend zijn. Maar dat komt er wel aan, dus dat je dus kan kijken of inderdaad social media van slapen gaan. Ja, ze hebben hem ook dus 24 uur per dag gedragen, dus wij hebben die ook precies. Interessant. Jij hebt ook nog een andere sensor, een eye tracker of zo, dus dan kun je kijken hoe kinderen lezen. Dat is ook zo'n leuke sensor. Daar hebben we een plaatje van, Michiel. Ook een plaatje van mij gebracht. Dat ziet u links bovenin. Wat daar eigenlijk het geval is, is de leerling zit echter eigenlijk gewoon achter een computerscherm. Licht via een infrarood cameraatje wordt geprojecteerd op de ogen. De lens weerkaatst dat licht en dat wordt weer opgenomen door de camera. En daardoor kun je heel precies de oogbewegingen registreren. Nou, wij hebben 60 VMBO-leerlingen uit 3 VMBO een tekst laten lezen. En dan kunnen we dus precies kijken hoe zij die tekst lezen, hoe ze door de tekst heen springen. En ja, daar komen dus bijvoorbeeld ook alweer hele leuke toepassingen voor het onderwijs uit. Ja, bijvoorbeeld, noem eens een bevinding. Ja, bijvoorbeeld dus dat meisjes zich vooral op de eerste paragraaf van een stuk tekst richten. Terwijl jongens die springen door de tekst en blijven met name bij de laatste paragraaf hangen. Okay. Dus ja, op het moment dat jij teksten gaat ontwerpen, zou je daar dus rekening mee kunnen houden. Ja, inderdaad. Ook weer zo'n stereotype bevestiging. De jongens die zijn dan gefocust op het einddoel en die dames die hebben gewoon het geduld om alles gewoon goed door te nemen. En dit is onderzoek, dat moet natuurlijk nog veel verder gaan. Hè. Hangt het samen met de inhoud van de tekst? Hè. De oplossingen inderdaad zaten aan het einde. Nou, als mannen meer oplossingsgericht zijn, dan blijven ze misschien juist aan het einde hangen. Dus je moet er nog mee verder, maar ik denk dat het hele leuke toepassingen zijn. Ja. En ook met die sensoren, als we straks kunnen meten van iemand heeft zoveel gesport, iemand is op de fiets naar school gegaan, heeft zoveel geslapen. Uiteindelijk hopen we natuurlijk via een stuk feedback er naartoe te kunnen gaan van, luister, als jij nu wil studeren, dan is het verstandig dat je eerst de hond uit gaat laten. Ja. Begin daarna met het stampen van je woordjes Engels en ga zo laat naar bed om uiteindelijk te komen tot optimale studieresultaten. Ja. Als we dat kunnen bereiken met de sensoren, ja, dan denk ik dat we in een ideale wereld bezig zijn. Ja, want hoe ziet de toekomst eruit? Want nu inderdaad, jij kunt heel veel meten en het is dan ook kijken van wat hangt met wat samen. We merken bij jou vooral dat het meten zelf ook invloedt en dat het vooral ook heel erg leuk is. Mm-hmm. Is dit nu echt een trend dat je zegt van nou ja, over 5 of 10 jaar dan zitten al die scholen vol met sensoren en dan kunnen we daar real-time bij sturen, feedback krijgen, of is dit toch leuk en we moeten nog maar zien wat het gaat worden? Ik verwacht wel dat daar de data die er gegenereerd wordt, ik verwacht wel dat mensen of instanties daar iets resultaten uit kunnen halen als het gaat om kleur of licht of hoeveel uren slaap. Of dat zijn dan dingen die invloed hebben op, nou ja, als het gaat om leerprestaties of het welbevinden of je voelt je ergens prettig in de omgeving dat je denkt ik kan hier wel leren of niet leren. Dus natuurlijk al wel veel meer data is bekend en ik verwacht wel dat dat toeneemt en dat we met die data meer zullen toepassen op het dagelijks leven. Ja. Jij? Nou ja, ik denk dat we inderdaad nog vooraan aan die heuvel zitten, ja, hè, die hype. Ik pleit ervoor dat er eerst gewoon veel resultaten komen vanuit de wetenschap, voordat we het daadwerkelijk echt gaan toepassen in het onderwijs. Het typische antwoord van de onderzoeker, er is meer onderzoek nodig. Ja. Maar we willen natuurlijk ook wel even weten wat jullie hiervan vinden. Even een stelling poneren, even zo het publiek gooien. Laten we zeggen, over 5 jaar zal toch bijna de helft van de leerlingen op de middelbare school een of andere sensor bij zich hebben om beweging of lichamelijke functies te meten, te vergelijken, misschien te verbeteren. Dus A, zeker de helft.
B, nou dat gaat hem echt niet worden. Dat blijft een of andere gadget voor een klein groepje. Wie zegt A, dat zeker de helft gaat dat over 5 jaar wel doen? Ja, dat is een minderheid. En wie zegt van nou, het blijft een beetje een kleine gadget van een kleine groep mensen? Wie zegt dat? Oh, kijk eens meer. Is iemand nog een optie C? Oh, daar achterin. Ja, oh, 4 vooraan, dus dichterbij. Ik wil even vragen, wat denkt u ervan? Het is een beetje lastig als je had gevraagd vlak voordat de iPad kwam, van wie verwacht binnen 5 jaar een iPad? En had niemand hem voorzien. Dus ik denk dat dit waar. Heel hard kan gaan. Ik vind er geen pijl op te trekken. Ik vind het wel heel, heel interessant. Ja, oké. Okay. Jij wil ook wel eens een polsbandje of zo? Ik zou hem aan mijn zoontje wel omdoen. Ik ben benieuwd wat eruit komt. Oké. Okay. Misschien nog meer wat reacties hier? Ja, u achterin, Atko. Dat was u toch net? Die ook... Ja. Als ik jullie zo hoor praten, dat gewoon kinderen een leermachine is worden... Het is, als kind ben je toch echt veel meer dan alleen maar het optimaliseren van het opnemen van de stof die je in de klas krijgt. Als je de hele tijd doorleert, je hebt sociale interactie, er moeten momenten zijn dat je los bent van je ouders, dat je stout bent, dat je van het dak afspringt en dat je enkel breekt waarvan je denkt, dat moet ik misschien nog een keer doen. Is die sensor weer kapot? Ja, weet je, daar zijn zoveel leuke momenten in het leven als kind dan alleen maar wat jullie meten. Ik bedoel, ook als je kijkt van... sportiviteit gekoppeld aan, je kan beter leren. Wat van het rustige, dikke jongetje in de hoek, wat een ontzettend goede kunstenaar wordt, omdat hij vreselijk mooi kan tekenen. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Ja, dat is ook iets wat vaak terugkomt, zeker bij informatietechnologie. Het helpt, maar het dwingt ook weer, hè? Mag ik even reageren op wat die meneer zegt? Ik ben het er helemaal volledig mee eens. Kijk maar eens ik denk dat je de toepassing wel kunt gebruiken. Er zijn tegenwoordig heel veel scholen die bijvoorbeeld zijn voor het afschaffen van de gymles. In het kader van vakken waar je wat van zou leren. Nou, ik denk als je met behulp van dit soort onderzoek kunt bewijzen van nee, ook dat additioneel bewegen draagt bij aan extra schoolvaardigheden, dat je die scholen veel eerder over de brug krijgt om die gymlessen in het curriculum te houden, bijvoorbeeld. Boris, je hoort net, het dwingt ook, hè? Je wordt een leermachine of een soort robot inderdaad, dat je ineens een pop-up krijgt van meer bewegen. Zo, weet je wel. Ja, ik de leermachine, weet ik niet. Ik pleit niet voor van, nou ja, we moeten zo en dan het optimale moment. Maar ik denk dat we, het is een soort welvaartsziekte, dat we misschien te dik worden. Dus op het moment dat je, ik had ook het idee dat ik heel veel beweeg, want ik zit nooit achter mijn bureau voor de klas. Ik sta altijd, ik loop een beetje heen en weer. En ik dacht, nou die 10.000 stappen haal ik makkelijk. Maar daar heb ik me goed op verkeken. Ik heb een bewegend beroep voor mijn gevoel, maar ik beweeg helemaal niet zo heel veel. Ja. En een beetje... Richt je op 10.000. Ik wil inmiddels wat meer bewegen eigenlijk op een dag. Maar als je niet af en toe fietst of dat soort dingen, kom je daar gewoon niet aan. Ja. Dat inzicht heb ik nu, dat ik eigenlijk misschien soms wel te weinig beweeg. En dan kan het wel heel dwingend zijn, maar het is voor de greater good. Want ik word daar zelf wel wat fitter van. Ja, kijk eens aan. Ja, applaus nog. We zitten kern van de zaak niet in de keuzevrijheid. Dat je moet als mensen de keuze hebben die sensoren te dragen, maar je moet ook nee kunnen zeggen. Dat dit jongetje wat later kunstenaar wordt en dat gewoon niet wil. Tuurlijk. En niet iedereen hoeft ook die 10.000 te stappen. Je kan ook als doel, ik wil 5 of ik wil de 4.000 of ik ga de 20.000. Die ken ik ook, mensen die dat hebben. En dan, die willen graag dat. Dus die gaan heel ver daarin. Ja. Ja. Nou, ik heb hem vanavond niet om, maar dus eigenlijk wel moeten doen. Ik ben wel benieuwd wat ik gelopen heb vandaag. Best wel wat. Nou goed, ik wil jullie in ieder geval hartelijk danken voor jullie bijdrage. Jullie zullen blijven meten, vergelijken om de leerlingen te verbeteren, helpen bewegen. En we zijn heel benieuwd waar het naartoe gaat de komende 5 jaar. Hartelijk dank, Boris Berlijn en Renate de Groot. Ja.